We hebben goed nieuws als je op zoek bent naar een nieuwe laptop. Welkom bij een nieuwe Google Update. Dit is 1.2 en vandaag hebben we twee nieuwe Chromebooks die beschikbaar zijn in Nederland. Ja, één van Asus en één van de Acer, dus die willen we uitgebreid met je bespreken. En natuurlijk het antwoord op de vraag, wat is eigenlijk een Chromebook? Tim, wat is eigenlijk een Chromebook? Chromebooks zijn een nieuw soort laptops die eigenlijk zijn ontworpen zoals je vandaag een laptop zou gebruiken. Ja, dus eigenlijk het internet als basis. Dat betekent bijvoorbeeld dat je een goede koppeling hebt met je Google-account en je Google Drive. Dus je logt gewoon in met je Google-account. Al je instellingen zijn er dan meteen. Al je documenten zijn beschikbaar vanaf Google Drive. Al je foto's, Google Foto's, noem maar op. Zullen we eens even gaan bekijken? Ja, laten we het doen. Waarom een Chromebook en niet een andere laptop? Dit zijn 5 redenen. Chromebooks starten supersnel op. In slechts een paar seconden kun je aan de slag. Je logt in met je Google-account, waarna je al je documenten, e-mails, foto's en andere bestanden meteen bij de hand hebt. Chromebooks zijn veilig, met ingebouwde virusbescherming en software-updates die automatisch installeren. Via de Google Play Store download je je favoriete mobiele apps voor je Chromebook en ontdek je elke dag meer apps die je kunt toevoegen. En Chromebooks zijn er in alle soorten en maten. Of je er nu een wil om op te werken, te gamen of iets ertussenin, er is een geschikte Chromebook te vinden voor iedereen. Zullen we die van jou eerst doen? Ja, dat is goed. Dit is de Asus C434. Wat ik heel vet vind aan deze Asus Chromebook is dat hij echt super dunne bezels heeft. Hè? Dus de randjes om het scherm heen, moeten we toch maar even naar kijken. Je hebt het gevoel dat die laptop groter is dan die eigenlijk is, doordat er zo weinig rand zit om het scherm heen. Hij is stevig. Meestal bij een kleine laptop is het al snel voelt het wat licht. Dit is een... Hij is niet te zwaar, maar hij voelt wel gewoon stevig aan. En hij mag ook mooi eruit zien trouwens. Ja. En als je dan je laptop, dat had ik de eerste keer dat ik een Chromebook opende. Als je hem dan openvouwt, je denkt, wow, die kan wel heel ver open. Dat is de bedoeling, want je kan hem zo dubbelklappen. En dan heb je eigenlijk niet alleen een laptop, maar meteen ook een tablet gekocht. Precies. Al je documenten kun je lezen. Of je kunt gamen. Dat is het al aan het racen. Dat is het al aan het racen. Ja. Dat doe je namelijk via via Google Play, de Play Store. Dus daar heb je alle games en alle andere apps die je zou willen downloaden. Ja, wat ik wel gaaf vind aan Chromebooks zijn dat er zoveel verschillende soorten zijn. Ja. Dus je hebt echt een mooi breedbeeldscherm. Hier heb ik 3x2. Je ziet dat deze laptop inderdaad wat groter is als je meer schermruimte nodig hebt. En je hebt een hoop apps om te downloaden. Ik heb hier bijvoorbeeld Netflix, de Android-versie, gewoon fullscreen op mijn Chromebook draaien. Dat betekent dus dat ik video's ook offline kan downloaden. Ik kan bijvoorbeeld in het vliegtuig kijken. Dus dat is super fijn dat dat hier allemaal kan. Ik heb Google Docs natuurlijk. Dat betekent dus ook dat ik Word-documenten, Excel-documenten kan bewerken. En natuurlijk gewoon alle Google-documenten die ik al had in mijn Drive. Dus je kan alle kanten op met je Chromebook. Yep. En deze Acer heeft trouwens ook een Wacom stylus. Wacom, dat merk ken je waarschijnlijk wel. Dat zijn alle professionele designers die daarmee schrijven en tekenen. En die zit hier gewoon bij, want dit is, hebben we natuurlijk niet gezegd, maar het zijn allemaal touchscreens, hè? Ja. Lekker scrollen door mijn Netflix-bibliotheek. Ik kan me voorstellen dat juist in die tablet-mode het wel lekker is om te tekenen of aantekeningen te nemen of wat dan ook. Absoluut, absoluut. Ja. Ook de Acer heeft genoeg poorten natuurlijk. Een USB-A, 2 keer USB-C, ook USB-C om op te laden en ook een headphone jack. Maar Tim, ja. Als ik met mensen praat over Chromebooks, ja. Dan hebben ze vaak twee zorgen. Ja. De eerste zorg is, werkt een Chromebook eigenlijk wel offline? Want het heeft de reputatie dat die vooral online goed werkt. Ja, nou ja, ze werken zeker offline. De belangrijkste functie is dat alles wat je in een browser doet, dat kun je ook offline doen. Dus als je je Gmail hebt geopend en je wil wat iemand opstellen, dan kun je die gewoon klaarzetten en dan wordt het verstuurd of ontvangen wanneer je weer verbinding hebt. Je hebt natuurlijk een hele hoop apps die je kunt installeren met de Google Play Store. En die draaien gewoon natuurlijk als je offline bent. En dan de andere zorg die mensen hebben, Microsoft Office. Ja. Wij gebruiken allemaal Google Docs met groot plezier. Er zijn ook mensen die graag Microsoft Office gebruiken. Ja, kan ook zeker. Ja, er zijn 3 manieren eigenlijk. Je hebt, in Google Docs kun je bestanden gebruiken die in een Microsoft Office pakket zijn gemaakt. Dus die kun je gewoon importeren, exporteren, opslaan, alles en zo. Dan heb je natuurlijk Office 365, die kun je in een browser kun je gebruiken. Ja. En je hebt de apps van Microsoft die je gewoon kunt installeren via de Play Store. Ja. Dus hoe je het ook wil doen, dat is altijd wel een optie die goed voor je werkt. Tim, we hebben ook nog iets nieuws aan te kondigen voor Chromebooks in Nederland. Mm-hmm. Binnenkort is het mogelijk om de Google Assistent te gebruiken op een Chromebook.
Dus dat betekent dat je gewoon met een speciaal knopje of door te zeggen oké of hey en dan Google de assistent kunt gebruiken. Dus dan kun je bijvoorbeeld een meeting in je kalender zetten of je kunt timers of reminders zetten. Je kunt hele praktische dingen doen via je laptop. Heel snel iets opzoeken inderdaad. Ja. Ja, heel fijn. Dus dat kan met een Google assistent in het Nederlands binnenkort dus ook op jouw Chromebook. Zullen we aan het werk? Ja, lijkt me een goed plan. Oké, top. Dit was de Google Update voor deze keer. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Dan krijg je een berichtje als we een nieuwe Google Update hebben. Of als er een nieuwe video is van Vraag het Google, waar wij jouw brandende vraag beantwoorden. Dus die vraag kun je ook onder deze video kwijt. En dan gaan we ons best doen om jou een antwoord te geven. Yep. Binnenkort is er meer nieuws. Tot in de volgende update. Tot dan!